staat er toch even later een wereldberoemd kunstenaar de rails bruin te pissen zonder de randen van de pot te raken. En dat is behoorlijk knap in de trein. En dat is ook behoorlijk een herhaling uit zijn jeugd. De rails bruin pissen zonder de randen van de pot te raken. Of expres in een station gaan zitten schijten. Hij kijkt in de gebarsten spiegel. Toch stom. Hij had die vrouw natuurlijk mee moeten nemen naar de wc. Als we toch aan het dromen zijn. Ze kijkt hem aan met haar mond half open. Ze kijkt hem aan, begint haar blouse los te knopen. Ze doet haar rok omhoog, begint haar kousen af te stropen. Oma. Ze kijkt hem aan en hij ziet haar ogen branden. Ze kijkt hem aan, gaat met haar tong langs haar tanden. Ze opent haar BH en neemt haar borsten in haar handen. Oma, 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 ho! Ze kijkt hem aan en ze schudt haar lange haar. Ze kijkt hem aan en zet haar benen uit elkaar. Ze buigt voorover en ze pakt hem daar. Oh mama, oh mama, woehoe. Ze drukt hem neer op de pot van de wc. Zij kijkt omhoog en hij kijkt naar beneden. En hij denkt, Jezus, nu zit er niemand meer in de coupé. Straks jatten ze al mijn spullen, zeg. Wat ben ik hier aan doen? Godzijdank, alles ligt nog op de banken, deze coupé is vol. Vanaf nu bedenkt hij alleen nog maar mooie dingen, zonsop- en zonsondergangen. Laat gaan, niet denken, alleen bestaan. Laat gaan. IJzer op IJzer. In een tuin slaat een man zijn koppen sla in elkaar met een grote gele grasmaaimachine. Zijn vrouw staat er in roze tuinbroek banjo bij te spelen. Aan de groene hemel staat een paarse zon fel te branden. Hij moet toch even in slaap gevallen zijn. Opeens zit zijn broer tegenover hem in de coupé. Wacht, dit moet heel precies zijn.